Een hele goede morgen. Goedemorgen. Welke dag is vandaag? Vandaag is het dinsdag. Het is echt heel vroeg. Ik wil eigenlijk niet wakker worden, maar ik moet Nessie hem dus naar de gym brengen. Hij heeft natuurlijk geen auto. En anders moest hij lopen. Dat is best wel een eindje. Je moet trouwens wel de auto ophalen. Je moet op de terugweg, moet je wel lopen, want dan ben ik weg. Zal ik eigenlijk op de terugweg een Uber pakken richting mijn auto gelijk? Dat is wel heel handig, ik zeg eerlijk, het bespaart toch zoveel tijd. Ja. Ja. First coffee of the day. Ik weet niet of jullie mij zo goed kunnen zien. Het is volgens mij echt in de schaduw, maar in ieder geval. Ik heb Nessie afgezet bij de gym. En ik heb me even opgefrist. Ik ga even snel een pedicure doen, want het is echt zwaar nodig. Het is opeens weer warm weer. En ik wil vandaag gewoon mijn sandaaltjes aan. Dus ik dacht, ik ga even lekker een pedicure doen. We gaan straks op bezoek. Dus ik dacht, ik doe even dit jurkje aan van gisteren. En daarna gooi ik hem gewoon in de was. Want ik wil niet dat ik nu al ga zweten en dan in dezelfde kleren of zo blijf. Ik ben net klaar met mijn pedicure. Ik ben er echt heel erg blij mee. Ik doe het trouwens altijd bij Beauty Obsessions of zo. Dat is gewoon in Rotterdam. En ik ga er eigenlijk altijd heen omdat ze altijd beschikbaar zijn. Dus niet speciaal of zo, maar ik krijg gewoon een prima pedicure. Daarna naar de groenteboer gegaan. En ik heb daar lekker verse salades gehaald. Ik heb carpaccio salade gehaald. En ik heb zo'n rauwkost salade gehaald. Die zijn bij de groenteboer echt heel erg lekker. Dus ik ga ze straks even lekker eten. Ik ben net thuis. Nessie heeft de vaat gedaan voor mij. Dat vind ik heel erg lief. En dan kan ik nu even lekker mijn salade eten. Ik heb een carpaccio genomen. Ik neem nooit een carpaccio. Maar ik had er wel zin in. Carpaccio? Ja, ik ga het even eten. Nee, hè? Ik ga het even eten. Ik doe het trouwens zonder de dressing. Want volgens mij zit er honing in, hè? In die dressing. Ik heb geen zin. Ik ga hem niet gebruiken. Maar ik ga het eten en daarna ga ik even douchen, mezelf opfrissen en even een andere outfit aandoen. En dan... Heb je dat aan je voeten toch? Ja, pedicure. Je hielen zijn rood. Mijn hielen zijn rood. Lekker. Ik ga nu salade nummer 2 eten. En die is ook echt heel lekker. Geen toegevoegde suikers. Ga je een wrap maken? Ik ga een wrap maken. Zo, maar wil jij alsjeblieft niet met een dikke buik zo filmen? Jezus Christus, man. Zeg dan echt dat je aan het filmen bent. Had ik tenminste mijn buik nog niet laten zien voor welke kleur ik was gegaan voor op mijn nagels. Gewoon een beetje natural. Light pink. En ik ga vandaag voor het eerst mijn crocs aandoen. Ik vind deze echt zo leuk. Ik ga mijn computer meenemen, want ik moet nog editen. En ik wil echt uploaden vandaag. En ik heb het niet gered, dus deze gaat gewoon lekker mee. Ga ik daar werken. En ik heb een pakje sucrine mee. Dit is gewoon mijn overlevingspakket. Ik ga stuk. Ik ben me aan het klaarmaken. Ik wil eigenlijk een heel andere outfit aan. Ik wil een wit jurkje aan doen. Maar ik heb bronzingcreme op gedaan. Hij zit nu helemaal onder de vlekken. Dus heb ik maar even snel deze aangedaan. Even snel mijn haren doen. Ik ga een elastiekje meenemen, want het is echt super warm. Waarschijnlijk ga ik maar 5 minuten los haar hebben. En dan gaan we vertrekken. So, I am ready. Het is zo benauwd hier binnen. We hebben de airco dus al naar de schuur gebracht. En het is hier gewoon echt doodsbenauwd. Echt dom. Maar echt, voor die 2 dagen ga ik de airco niet weer naar boven brengen, toch? We gaan vertrekken. Jalla. We gaan trouwens vandaag barbecuen. Ik heb het niet eens gezegd. We gaan lekker barbecuen. Lekker vis op de grill. Heerlijk. Ik heb er zoveel zin in. God, ik heb besloten om nu al mijn haar vast te doen. Ik kan niet meer. Trouwens, een heel leuk jurkje aan. Alleen is een beetje te groot. Maar maakt niet uit. Dan is die juist heel fijn. Zo, guys. Even snel mijn haar vast gedaan. Want ik kan echt niet meer. Oh, deze hitte in Nederland is echt gewoon vies, hè? Deze gaat denk ik achter, want die heb ik niet meer nodig. Zo. Oeh. Jongens, we gaan vandaag weer foto's maken. Leuk, hè? Heel leuk. Oeh. Oh, jij hebt mijn auto's, hè? Oeh. Jij hebt mijn sleutel van de auto's. Oh mijn god. Waarom heb ik het nu al zo benauwd? Er is jouw hoofd zo boven die stuur. Hele stuk. Oh, wacht maar uit. Daar heb je ook niet zo. Kijk haar dan, ze heeft gewoon een spot voor de camera. Oh mijn god, ik zweet nu al zo erg. Oh, airconditioning, hè? Hey, als je zo net de auto ingaat, is het zo vies benauwd, hè? Ik vind jouw auto wel meevallen altijd. Echt? Bij jou maar niet? Als we hier geparkeerd zijn in de garage. Ja, maar hij stond dus vanochtend. Nee, gisteren stond hij vanochtend in de ochtend buiten. Ik ging helemaal dood. Ja. Yes.
Nou jongens, we hebben net 1 kilogram torsje besteld bij de Irakees. En we hebben ook 10 broden besteld. Ja, lekker vers. Om mee te nemen naar de barbecue. Moest je een presentatie doen of zo? Dat moest ik zeggen, toch? En we gaan nu naar de garage en we gaan mijn auto ophalen. Ja. En dan moeten we weer naar huis rijden. Kijk, mensen lekker een boot. Oh, mensen in een boot. Oh. Schat, dat zijn gewoon mensen die aan het werk zijn. Oh, ja, het ging zo snel. Ik denk, wat spannend. Dit zijn van die werkboten. Oh ja, sorry. Jezus, hoor. Nou leuk. We zijn aangekomen bij het restaurant. Even onze bestelling ophalen. We hebben voor onderweg 2 kipfrikandellen gehaald. Echt zo toevallig bij de tank. Hadden ze gewoon kipfrikandellen. Hebben ze normaal gesproken echt bijna nooit, Dennis? Nooit. Hallo, Jenno. Ben je er weer? Zullen we Jenno meenemen vandaag? Oh, je bent echt gek. Nou zien we even 2 weken een hond thuis hebben. Nou, wordt hij gelijk aan het werk gezet. Voor mij een lekker Cola Zero Fave. Goed bezig hoor, schat. Ik doe mijn best, hè? Heel veel druk is op mij. Zo, we hebben gegeten. Gelukkig heb ik mijn laptop mee. Want dan kan ik nu editen. Hij is leeg. Oh mijn god. Ah, natuurlijk heb ik altijd. Natuurlijk heb ik altijd Nessim bij die me redt. Heb je al gezegd dat je. Nee, ik heb het wel bij. Ik heb alleen geen oplader bij. Dus nu ga ik lekker Nessim's laptop gebruiken om te editen. Ik ga me even afzonderen en ik hoop dat ik echt zo binnen een half uurtje klaar ben. Moet lukken. Ik heb altijd zoveel stress als het gaat om uploaden. Als ik niet thuis ben, het duurt gewoon veel langer. En ik wou dus uploaden, toen kreeg ik dus een Google melding dat ik ben gehackt. Maar ik was het gewoon zelf. En toen moest ik weer mijn hele account weer opnieuw resetten en opnieuw wachtwoord instellen en weet ik veel wat. Dikke stress. Nou guys, daar ben ik weer met mijn vestje, want het was een beetje koud geworden. Het was echt afgekoeld buiten. Het is nu ook echt gewoon 12 uur. We rijden nu weer naar Nederland. We waren in België. Dat was heel gezellig. We hebben lekker gegrilde vis gegeten. En lekkere salades. I love it. Je hebt wel gezond gedaan. Echt hè. Ik heb echt gezond gedaan. En ik heb theetjes gedronken. En we hebben lekker koffie gedronken. The perfect day. En nu naar huis. Ja. Woo! Ben je nog op melden? Mijn moeder heeft mijn neus schoon gemaakt. Ja. Sims moeder heeft zo'n zwarte, die neusstrip zeg maar, die zwarte, heeft ze op zijn neus gedaan. En er kwam echt zoveel vuiligheid ervan af, vooral naar zijn neuscorrectie is hier echt vettig geworden. En ik denk dat ze, nu is die heel glad. Die huid daar is gewoon heel anders geworden. Voel nog een keer alsjeblieft. Nee, ik wil dat. Alsjeblieft, het is niet zo vies. Voel hoe glad het nu is. Voel je? Ja, het is wel gladder, inderdaad. Dat is heel ruw. Ja, dat is het toch. Ja, dus dat hebben we gedaan. Dat was